Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar mijn nieuwe video. Dit was best wel weer een pittige week. Ook vooral met leuke dingen zoals dat we naar Seoul zijn geweest, even er tussenuit. Mijn moeder en Sky, mijn zusje, die zijn hier. Dus ja, kijk zelf maar. We zijn weer onderweg naar het stadion. Ulsan speelt tegen wie ook alweer, schat? Team van het leger, hoe heet het ook alweer? Sangju. En dat is dus het team van het leger. En volgens mij heb ik dat wel eens eerder verteld. Ze moeten hier verplicht 2 jaar het leger in. Dus daar wordt ook een team van gevormd. Van de superfitte jongens. Die dus een voetbalteam vormen. Dus ze zijn best wel goed. Ik ben benieuwd. Verder is het echt super warm hier. We hebben net eventjes op het terrasje gezeten. Maar eigenlijk gewoon binnen in de airco. Daarna. Want het was echt veel te heet. Ik weet ook steeds niet wat ik Rio aan moet doen. Het lekkerste voor hem is gewoon een luier eigenlijk. Hij heeft nu echt een super schattig linnen pakje aan. Van Little Mac. Het is echt een super leuke winkel. In Hoofddorp. Dus als je in de buurt bent moet je er even heen. Het is wel allemaal vrij klassiek. Maar echt super schattig. Je kan het nu niet echt goed zien. Want hij zit in zijn autostoeltje. Volgens mij is Rio een beetje boos. Ja, Rio vindt de hitte niet zo leuk. En hier hebben we mijn favoriete chauffeur. Die is vandaag naar het ziekenhuis geweest. En schat, het was wel beter, toch? Favoriete chauffeur? Ja. Ben ik alleen je favoriete chauffeur? Nee, je bent mijn favoriete mensje ook. Oh. Maar het was best wel een positieve uitslag, toch? Ja, behalve dat ik nog 2 weken niks mag doen. Hij mag nog 2 weken niks doen. Dat is wel wat minder. We gaan kijken wat we er weer van bakken vandaag. Ik hoop, ik heb... Of telefoon meegenomen voor de mensen die een beetje vielen over gehoorbeschadiging en dat soort dingen. Het valt nog wel mee, het lawaai. En ik hou gewoon mijn handjes op zijn oortjes als het te veel lawaai is. Maar toch voor de zekerheid een koptelefoon meegenomen. Ik heb nog gezocht naar echt zo'n gehoorbeschermer. Maar die zou ik dan echt even online moeten bestellen. Want dat is hier natuurlijk niet te krijgen. Dus ja, kijk of dit werkt. Ik denk dat die veel te groot is, maar wie weet. En ik hoop dat hij net zo lief is als vorige keer. Op een klein huilbuitje na. Maar hij is niet heel tevreden vandaag. Straks natuurlijk veel reizen en ik dacht dat het dus ook wel handig zou zijn voor de wedstrijd. En als ik hier gewoon in de rondte loop, dat ik mijn handen vrij heb. Zoals nu. Kleine draakie. Dus ik heb een draagzak gekocht. En niet zomaar een draagzak. Ik had het nog nooit gezien, maar ik zie ze er allemaal hiermee rondlopen. En misschien omdat ik er nog nooit op gelet had. Maar in Korea hebben ze dus allemaal een draagzak met een zitje. En ik weet dus niet of ze dat in Nederland verkopen. Maar het is heel leuk. Even een onderbreking. Dus. Hoi Shaki. Au. Dus wat ik aan het vertellen was. Ja, mooi. Ja, mooi. Kijk, tot 2 maanden mag je dus zonder zitje. Na 3 maanden zit hij dus op een verhogingje. Dat ga ik jullie nog wel laten zien. En na 3 maanden mag je dus wel op dit zitje. Dus kan je naar voren en naar achter kijken. Dit is dus een beetje van de hak op de tak. Want jullie waren nog gebleven bij mijn draagzak. Die heb ik net zeker uitgeprobeerd. Waar mijn accu was leeg. Ik ga dat nog wel een keertje demonstreren aan jullie. Maar Dave en ik zijn eventjes gaan lunchen ondertussen. En toen hadden we ineens besloten dat we... vanavond al in plaats van morgen naar Seoul wilden, want dat moesten we thuis doen. En we wilden er gewoon echt even tussenuit. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen kwamen we erachter dat we helemaal geen zwemgoed hadden hier, want we zijn hier in de winter gekomen. Dus we moesten zwemgoed hebben. Nou, niet te krijgen, vooral niet voor dames. Dus ik heb een badpak van Nike gehaald. Dat is een wedstrijdsbadpak, wedstrijdzwemmen. Want ze gaan hier nooit echt in bikini. Meer een soort van wetsuit-achtig surferpakken, zeg maar. Dus die hebben we gehaald.
kwamen we erachter dat het al 6:30 s'avonds was. En moesten we dus super erg haasten. Dan moest ik mijn koffer nog inpakken en natuurlijk alle spullen voor de kleine. Het huis een beetje netjes achterlaten. En moesten we dus in no time doen. Het is gelukt, we zitten in de trein. We hadden namelijk om 8:30 moesten we de trein hebben, iets voor 8:30. En het zal 40 minuten rijden naar het station. Dus we hebben echt heel erg gehaast. Maar gelukkig zitten we met het zweet op ons voorhoofd. Ik weet niet of ik iets ben vergeten, zou zomaar kunnen. Voor de kleine denk ik dat ik alles heb. Voor mezelf, ik weet het niet echt. Ik heb maar wat in die koffer gegooid. Maar ik heb er wel echt super veel zin in. Rio is wel een beetje aanwezig. Hij is nu een soort van stil. Het is echt een super relaxte trein. Het is wel 2,5 uur. Ik moet er wat voor over hebben. We hebben er in ieder geval super veel zin in. Dave slaapt hier naast me. Het is nu 8:30, of nee, bijna 9 uur 's avonds. En ik hoop dat we nog wel even iets van een drankje in de bar kunnen doen. We zitten in een super mooi hotel. Wedstrijd kijken in Seoul en voor hier zijn paspoort en gewoon lekker een soort van een beetje mini vakantie hebben. Heeft het rare bekken. Ik mag hem niet filmen, maar hij zit nu rare bekken. Ik mag hem wel filmen. Zo dichtbij. Ik kan toch niet door de trein heen. Dus super mooi hotel. We gaan lekker relaxen. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. En lekker eten. En aan het einde van de rit. Mijn moeder en Sky, mijn zusje, in Seoul. En dan gaan we met z'n allen met de trein naar huis. Dus allemaal leuke vooruitzichten. Ik heb er echt heel veel zin in. Dave ook. Ik hou jullie op de hoogte. We zijn dus gisteravond heel laat in Seoul aangekomen. Het is echt een prachtig hotel. En dat laat ik jullie nog even zien natuurlijk. We hebben toen een drankje in de bar heel gezellig gedaan. En zijn toen naar boven gerold. Rio heeft ons de hele nacht wakker gehouden. Dus Dave is eigenlijk meteen eventjes een massage gaan pakken vanochtend. En ik ben dus in de stad met de taxi, met Rio, eventjes op zoek gegaan naar Zara. Dat heb ik heel erg gemist namelijk. Om eventjes gewoon wat leuke, makkelijke dingetjes te kopen. Ja, dus dat heb ik eventjes gedaan. Ik heb leuke dingetjes gekocht, maar het is niet zo lekker weer. Dus ik heb ook mijn badpak aangetrokken. Dus mijn zwembadpak. Mijn wedstrijdzwembadpak. Maar dat heeft helemaal geen zin, want het regent dus gewoon. Dus even kijken wat de stukjes doen. We gaan in ieder geval even lunchen, David. We zijn allebei heel moe, dus namelijk eventjes relaxen. Want dat is tenslotte waar deze vakantie voor bedoeld was. Dus dat eigenlijk. Dus ik pak nu maar een taxi terug. Buiten binnen. En dan gaan we eens eten. Goed verhaal weer versterken. Lekker gegeten bij een Japans restaurantje. Het zat overigens gewoon in het hotel. Dus even snel gegeten. Nou, dit is dus de draagzak. Echt super fijn. Hij vond het niet een pretje om erin te gaan. Maar volgens mij slaapt hij nu. Je ziet hem niet. Ik zit steeds te kijken of hij wel ademt. Maar er zit hier gewoon lucht tussen. Ja. We zijn dus nu onderweg naar schat, hoe kan ik het best zeggen waar we onderweg naartoe zijn? Nou, dat is de voetbalwedstrijd, zo. Naar de K-League All-Stars tegen Juventus. Dave was eigenlijk ook uitgekozen voor deze wedstrijd. Dus er kon gestemd worden dat de mensen uit de hele League van Azië... werd er een team samengesteld, een soort van sterrenteam. En Dave kan dus niet meedoen omdat hij geblesseerd is. Dus dat is super jammer. En die wedstrijd is dus tegen Juventus. Dus alle grote spelers, zoals bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, die zit daar bijvoorbeeld in. Voor de mensen die
geen verstand hebben van voetbal. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan bakken. 2 of 3 teamgenootjes van Dave zitten er ook in. En het is dus in Seoul waar wij zijn, dus dat konden we natuurlijk niet missen. En ik ga dus voor het eerst met draagzak. Tot nu toe loopt het wel vrij lekker, moet ik zeggen. Ja, we zijn dus nu al een uur onderweg. Oh. En het moet in Seoul zijn, maar we staan helemaal in de file. En Rio vond het ook niet meer zo leuk met draagzak. Dus Dave is hem aan het entertainen. Beste vriendjes, hè? We zijn net terug in het hotel. Rio is weer super lief geweest. Ja. Echt heel lief. Gewoon de hele wedstrijd geen kick gegeven. En lekker in de draagzak gezeten. Wij zijn helemaal gesloopt. De bedoeling van naar Seoul gaan was ook eigenlijk om een beetje op te laden. Dat hebben we nog niet aan gedaan. Dave heeft wel een massage gehad, dus we hopen vanaf morgen dat we kunnen opladen. Dus we gaan niet echt cultuur snuiven of andere activiteiten doen. We gaan nu wel nog eventjes roomservice bestellen. Ik hoop dat Rio een beetje slaapt vannacht. Vooral voor Dave, want die kan echt tegen 0 geluidjes. Echt tegen 0. Die doet dan geen oog dicht. Thuis slaapt hij natuurlijk altijd in een andere kamer. Dus nu is dat wel even wennen. Ik ben er vandaag achter gekomen dat hij dus last heeft van spru. Niet Dave, maar Rio. Ook een beetje zielig. Dus ik ga eventjes goed alles uitkoken hier met de waterkoker. Tips zijn welkom. Wat dus super lullig was in de wedstrijd. Een van de grootste spelers is natuurlijk Cristiano Ronaldo. Die kent ook al. Hou je niet van voetbal of kijk je geen voetbal, die kent iedereen wel. En al die kids hier en fans die liepen met een shirtje van hem aan hier in het stadion waar 68.000 man zat. En hij heeft gewoon geen minuut gespeeld. Hij werd ook helemaal uitgejoeld, gewoon omdat hij er geen zin in had. Er stond zelfs in de krant hier dat hij moest spelen, dat anders Juventus geen geld zou krijgen. Want ze hebben een hoop geld voor hem betaald om hier naartoe te komen. Maar goed, een beetje suf dus, niet zo leuk. Verder vond ik het een beetje sneu voor Dave, want die had heel graag natuurlijk deze wedstrijd willen spelen. Die... ik hoor hier... Nee, echt heel. Want die was natuurlijk ook uitgekozen om deze wedstrijd te spelen. Uit alle spelers uit de K-League. Dus ik hoop volgend jaar. Dus toen het hele stadion zo vol zat, was wel een beetje zielig voor mijn lieve schat. Verder, wat wel heel leuk is en positief, is dat... We gaan roomservice bestellen. En we hebben vandaag de sleutels gehad van ons huis in Nederland. Yeah. Dat vinden we echt heel leuk. We hebben een hele mooie tuin voor Rio. Kan je later lekker voetballen. Natuurlijk een tuin voor de hondjes. We komen in december, ik 2 maanden, Dave 1 maand, komen we naar Nederland toe. En dan... zitten we dus lekker in ons nieuwe huis. We willen het pas gaan verbouwen als we voorgoed terug zijn in Nederland. Dus nu gaan we er gewoon... we gaan wat leuke IKEA-meubels uitzoeken. En we moeten even een hek om de tuin voor de honden. Want die slapen dan ook bij ons. Wat ik dus super leuk vind. Want die missen we echt heel, heel, heel erg. En die heb jij nog nooit gezien. Charlie en Shaggy. Nee. Ja. Nou, dat was het. We gaan even roomservice bestellen en dan lekker slapen. En dan hoop ik dat dit kleine draakje ook een beetje slaapt.
Mama en papa zijn op vakantie. Ja. We hebben dus vanochtend lekker ontbeten. Toen zijn we naar de kamer gegaan om even te relaxen. Dus nu heb ik net geslapen, vandaar de kleine oogjes. Dave heeft gesport en die voelt zich topfit. Dus dat had ik misschien ook beter kunnen doen. Stormen ze met de Hulk. Hmm. En hoe noemen ze mij dan? Toledo. Oké. Nou, we gaan dus even zwemmen. Ria voor het eerst een zwembroek aan, hij is alleen nog een beetje te groot. Met je mooie zwembroek. En we gaan dus nog even wat eten in de lobby. Ik weet alleen niet wat we gaan nemen. Ik wel. Jij wil weer soep, hè? Dave eet, zeg maar, ik hou van afwisseling in Dave. Als het om eten gaat, hè? En Dave... Ik kies gewoon voor zekerheid, schat. Net als dat ik voor jou kies. Voor zekerheid. Hoor je dat nou? Nou, we kwamen dus beneden om eventjes in de lobby iets te eten. Alles is helemaal vol, want het is weekend. Alle restaurants in het hotel. En ze hadden dus wel, ze dachten dat ze ons een plezier deden met een private room. Het is echt super gezellig hier. Dave zegt dat we in de koelkast zijn gestopt. Het is hier echt steenkoud ook. Vrieskist. Ja. Dus we gaan hier niet blijven. We doen even een drankje, want we hebben dorst. En over een half uur hebben we een tafel in een ander restaurant. Dus dat gaan we maar doen. We zijn dus nu in het zwembad. Een soort van spa-zwembad. En Ria heeft voor het eerst gezwommen. En super funny, want tattoos staan hier voor criminaliteit. Dus Dave moest een heel soort van wetsuit-achtig iets aan. Want hij had ook allemaal tattoos op zijn borst en zijn armen. En, dus ging ook type van een wetsuit. Verder de mensen kunnen hier dus blijkbaar niet goed zwemmen, want heel veel zwemmen, de zwemband erin. En ze hebben ook allemaal zijn bang, denk ik, voor chloor. Een soort van wetsuit aan en een badmuts op en een duikbril. Echt bizar. En ze willen hier dus ook niet bruin worden. Het is geen alcohol. Mooi pak, schat. Hey, dat mag niet. Nippen, schat, nippen. Ah. 18 jaar oud. Oeh. Wife, 18 jaar oud. I love it.
You look 16. You see the 60 outside. Ja? Ja. Vanochtend zijn we lekker bezig ontbijten en we hebben eigenlijk op hetzelfde stuk geluncht. Toen hebben we superleuke mensen ontmoet, ook met een klein kindje. Koreaanse mensen die hier vandaan kwamen. Dus daar hebben we even mee gekletst en toen zijn we eigenlijk naar de kamer gegaan. Ik heb vandaag een heel opgezet gezicht. Dat komt omdat ik voor het eerst sinds tijden weer een drankje heb gedronken. Ik had afgekocht en ik dacht van nou, we kunnen even gezellig een drankje drinken in de bar. Blijkt dat ik er dus niet zo heel goed tegen kan. Dave heeft gisteren een massage gehad, dus ik vind wel dat ik verdien om vandaag een feestje te krijgen, om mijn gezicht weer even normaal te krijgen en even te relaxen. De gezichtsbehandeling van gisteren, het is nu alweer de volgende ochtend, het was super, super goed. Echt nog nooit zo'n goede in mijn leven gehad. Alleen Rio was aan het piepen, dus ik moest snel naar de kamer komen. Ik was een beetje zenuwachtig van dat Rio te geluiden. Verder hebben we gisteren gewoon lekker gegeten. Het heeft heel hard geregend, dus vooral relaxed. En we moeten vandaag, het is de laatste dag alweer, dus we gaan ontbijten. En dan gaan we een pasfoto van Rio laten maken en zijn paspoort laten maken. En dan rond een uurtje of drie komen mijn moeder en mijn zusje aan. Want overmorgen word ik al afgevoerd. Klaar voor Joe? Een soort van. Bijna. Als man in mijn haar. Hoe voel je je? Hoe voel je je? Nou, niet top. Maar ook niet slecht ofzo. Er zit een beetje een gap tussen mijn filmpjes. Jullie zijn er gebleven bij dat ik bij de ambassade voorbij kwam. Het was een hele lange dag. Er kwam een vrouw uit Nederland die heeft ons eigenlijk geholpen. Super lieve vrouw en heel betrokken. Het enige is, we zijn wel zonder paspoort de deur uitgegaan. Punt 1, ik was illegaal hier. 2, ik had nog iets anders nodig dan alleen de geboortecertificate. Ik kon niet eens bij wonen. Tot die tijd dat alles geregeld is, kunnen we pas een paspoort krijgen van Rio. Dus ik moet wachten tot hij zeg maar een geldig een geboorteakte heeft, zeg maar. En ik heb gevraagd hoe lang dat dan gaat duren. En dat wisten ze nog niet precies, maar in ieder geval wel voor december. Dus voor de tijd dat we naar Nederland gingen. Want dat is dus onze grootste angst van Dave en mij. Dat we dan in december hier onze vakantie zouden
moeten vieren. En nu is het de volgende dag. Heb ik Rio net een dikke kus gegeven. Nog even snel borstvoeding gegeven. En lig ik dus in het ziekenhuis. We hebben alles gecheckt, mijn bloed gemeten, lengte, gewicht. Ze heeft even uitgelegd wat ze dus morgen gaan doen. Zij zegt, sorry, my English is so bad. Of sorry, English is bad. Dus, maar ik heb het denk ik wel begrepen. Ze gaan 4 sneetjes maken als het goed is. Tenzij er dus een emergency komt, dan maken ze dus je hele buik open. Dus ze gaan 4 sneetjes maken. En dus, dan kunnen ze met een cameraatje erin. En dan, als het goed is, wordt het niet zo'n grote littekens. En schijnt het niet een hele grote operatie te zijn. Maar ik ben er best een beetje zenuwachtig voor. Het moet toch gebeuren, dus ik kan maar beter rustig blijven. Dave is naar een voetbalwedstrijd. Mijn moeder en mijn zusje zijn thuis met Rio, dus die zijn goede handen. Ook al is het alsnog rot dat hij hier niet is, het geeft wel een prettig gevoel. Ik lig dus weer op dit spijkerbed, het is echt super hard. Ik heb net eventjes mijn moeder en mijn zusje laten voelen of ik overdreef, maar ik overdreef dus niet. Het is echt super, super hard, maar dat vinden ze hier dus lekker. Ze slapen hier ook op de grond, dus dat dus. Het is nu de volgende ochtend. Gisteravond is Dave nog heel lief naar het ziekenhuis geweest tot 12 uur 's avonds. Hij mocht niet bij mij op de kamer, maar ik mocht wel dus naar beneden toe. Toen hebben we daar nog iets wat gedronken en er was een supermarktje open. Toen ben ik gewoon in deze outfit naar het supermarktje gegaan. En gelukkig hadden ze daar dus nieuwe slippers. Dus ik heb net eventjes die dame de slippertjes teruggegeven en zelf slippertjes gehaald. Zijn wel veel te groot, maar beter te groot dan te klein en al gedragen door iemand die ik niet ken. Verder zagen we toen een vet schattig katje en die was dus zwanger, dus heel mager, maar wel zo'n hele dikke buik. Dus toen heb ik gisteravond nog een soort gesielde lobster voor hem gehaald en het ging er als koek in. En toen ben ik nog eventjes met Dave geknuffeld en toen ben ik naar boven gegaan om 12 uur en wilde ik even lekker gaan slapen. Toen hebben de dames hier, die zijn al een beetje op leeftijd, om 3:30 s'nachts een theekransje gehouden. Ik ging even lekker met elkaar kletsen met alle gordijntjes open en lichtjes aan. Ik heb het gevoel dat niemand echt rekening met elkaar houdt. Dat het in Nederland heel erg normaal is. Maar hier doet iedereen gewoon weer lekker zin in. Heeft hard praten, smakken, voeren. Maar goed, ik heb het overleefd. En verder heb ik dus vandaag een vis gekregen. Die hebben ze dus wel 4 keer verkeerd ingeprikt. En dat is geen pretje. Voor de rest zei de dokter net dat ik een katheter krijg. En dat ik misschien al om 12 uur, maar misschien om 6 uur geopereerd word. Ergens daartussen. En ik hoor net dat ik achter naar de operatie pas weer mag drinken. En ik heb dorst. Voor de mensen die mij een beetje kennen, ik ben heel dorstig. Al vanaf mijn geboorte. Ik ben op alles al getest. Maar ik ben gewoon een dorstig type. Dus ik heb nu al zoiets. Ik mocht van gisteren 12 uur niks drinken. Ik heb nu al zoiets van dat alles heel droog is. Dus ik heb net even mijn tanden gepoetst. Dat helpt al een beetje. Ik had gelak op. Dat heb ik er vandaag zelf heel provisorisch afgehaald. Best netjes gedaan, al zeg ik het zelf. Ik had hier beneden in het winkeltje folie gekocht, want dat hadden ze, tissues. En ze hadden hier nagelklim over. Heb ik het ingewikkeld en zelf er afgeschraapt. Dus toen kwam er net een vrouwtje die zei, oh, you smart. Ik smart. Voor de mensen die dus niet weten hoe je gelak eraf haalt, dat kan dus gewoon zelf thuis. Ik krijg dus waarschijnlijk 4 kleine snijtjes in mijn buik. En ze zei net wel, als het nodig is, dan moeten we wel een groot gat maken in je buik. Maar dat is alleen als de kiezer er niet doorheen lost. Dus op hoop van zegen dat alles helemaal goed gaat. Mooi licht. Echt mooi. Naad. Je bent dat opnemen. Mijn voorhoofd glimt. Nice. Nice. Ik poets even de bal.
Mama, wie is er meer diva, Joe of ik? Mislukt. Mam? Niet er afleiden. Wie is er meer diva, Joe of ik? Jij. Echt niet. Gisteren zei ze niet dat jij de ergste van het team. En vandaag? Wat wil je horen? Nou, de waarheid. Ze wil natuurlijk dat jij vannacht weer op Rio past. De waarheid. Ze durft gewoon niet tegen jou te zeggen dat jij... Nee, want net zei ze... Ik weet waarom niet, maar... Omdat het vet is misschien. Denk ik. Het is nu 24 uur na mijn operatie. Ik heb gisteren niks meer gevlogd. Opgenomen. Omdat ik... Nou, eigenlijk niet in staat was om het te doen. Het is echt vies tegengevallen. Ik werd gisteren heel abrupt meegenomen zonder dat er iemand van mijn familie was. Onder een narcose gebracht. En toen ik wakker werd, zat ik blijkbaar in een soort van shock. Ik begon helemaal te trillen en over te geven en ik stikte bijna mijn eigen kots. Ik heb toen heel hard gegild om pijnstillers en toen heb ik een morfinepomp gekregen. Die heb ik nog steeds en die kan ik zelf besturen, dus dat is heel fijn. Waardoor de pijn een beetje draaglijk is. Ik mocht 48 uur niks eten of drinken, dus ik heb net voor het eerst weer wat gegeten en gedronken. En dat viel in principe wel goed. Ik heb niet echt honger, maar ik had wel super erg dorst. Verder zijn Dave en mijn zusje, mijn moeder en Rio hier wel geweest. Dus dat was wel heel fijn toen ik wakker werd. Dat die hier in mijn kamer zaten. Heb ik net even gekeken wat ze hebben gedaan. Ze hadden echt allemaal foto's gemaakt van de binnenkant van mijn buik. Dus ik kon echt helemaal precies zien hoe het eruit zag. Mijn kiste, of ze noemen het hier tumor, die was even groot als een grote grapefruit. En ze hebben mijn eierstok een beetje beschadigd. Maar ze denken dat die nog wel intact is, dus dat is wel positief. En mijn andere eierstok is sowieso nog intact. Het was dus wel echt een hele grote kiest. Verder heb ik echt super pijn in mijn buik, echt heel erg pijn. Want ze pompen, dus als ze je opereren, zodat ze er goed bij kunnen, allemaal lucht in je lijf. Waardoor alles helemaal opgeblazen wordt. En dat ze er goed bij kunnen, en die lucht moet er allemaal uit. En ze zeggen dat dat dus... heel langzaam weer uit je lijf verdwijnt. Maar nu staat er zoveel spanning, vooral op mijn buik. En bij je gewricht, zeg maar. Dat is dus hetgeen wat nu nog erg pijn doet. Verder, voor zover ik kan zien, is het wel echt heel netjes gedaan. Ze hebben 3 sneeën in mijn buik gemaakt. En zeg maar... onder mijn navel en bij mijn bikinilijn 2. Dus eigenlijk net zoals ze dat doen met een blinder darm. Alleen verwacht ik dat het nu wel iets groter zou zijn. Dus ik hoop wel dat het een beetje meevalt. Maar het belangrijkste is dus dat het goed is gegaan. Verder is communicatie weer niet echt top. Ik wilde mijn urinepotje net geven. Dus ik zei, can I give this to you? Toen zei ze, yes, yes. En toen wilde ik het geven en toen liep ze zo weg. En is ze nooit meer teruggekomen. Verder zijn er dus nog allemaal van dat soort dingetjes. Maar goed, het ergste zit erop en dat is goed gegaan. Heel grappig, degene die me geopereerd heeft, dat is dezelfde vrouw als die Rio heeft gehad, dus die bij mijn bevalling was. Dus het is wel fijn, die kende nu echt van binnen en van buiten. Verder moet ik echt 6 weken heel rustig aandoen. En kunnen er nog bloedingen komen. Ze hebben ook gezegd dat de kiezen misschien nog terug kan komen. En dat het gewoon iets is waar je niets aan kan doen, dat heb je of dat heb je niet. Maar wat wel heel fijn is om te horen, is dat ik dus morgen gewoon naar huis kan en daar dus bedrust kan nemen. En dat mijn moeder en mijn zusje er zijn, is gewoon zo fijn. En ja, Dave is ook super lief voor me. Ik heb net een hele mooie fruitmand gehad. Ik weet niet waar die is nu. Ik kan niet zo goed bewegen nog. Van de club. Die zijn hier ook nog langs geweest, wat super lief is. Dat dus eigenlijk. Ik zie er niet echt toppie uit. Ook een beetje opgezwollen. Maar dat zal vanzelf wel weer wegtrekken. Ik mag dus ook 3 dagen niet douchen. Dus iedereen moet hier knijpen op zijn neus. Ik hoop niet dat jullie te erg geschrokken zijn van mijn gezicht. En van mijn zijn. Dat was het weer voor deze week. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Ik ben sinds gisteren weer thuis. Dus dat is heel fijn.
Ik kan eigenlijk niks doen. Het enige wat ik kan is lopen. Ik moet veel heen en weer lopen. Dus 10 minuutjes wandelen en dan weer een uurtje plat liggen. Mijn moeder en Sky doen gelukkig alles met Rio. Dat is echt super fijn, want ik kan hem niet optillen. En ik zal volgende week even laten zien hoe mijn sneetjes zijn geworden in mijn buik. Het is echt heel mooi geworden. Dat is wel fijn, want ik dacht, nou, dat ik krijg zo een Jaap straks in mijn buik. Je hebt het er natuurlijk allemaal voor over. Alleen, ja, je hoopt natuurlijk op het beste. Verder heb ik nog steeds heel erg pijn in mijn buik. Omdat hij heel erg is opgezet. Omdat er allemaal lucht in is gepompt. Dus dat is niet zo prettig. Ik ben echt heel blij dat ik weer thuis ben in mijn eigen lekkere bedje. Want in het ziekenhuis heb ik natuurlijk geen oog dicht gedaan. Ik had ook een nieuwe kamergenoot. Die bleef maar snurken. Dus dat was ook niet top. Leek wel een soort van olifant wie er naast me lag. Maar ja, weet je, het kan altijd erger. Ik heb gezien, ik lag op de kankerafdeling. Dus dan dan wil je eigenlijk niet klagen. Dan zie je gewoon dat het veel erger kan. En ja, het is gewoon met succes weggehaald. Het enige is, het kan wel weer terugkomen. Maar goed, daar gaan we niet van uit. Volgende week is de video dus een stuk zonniger. Dus blijf vooral kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En op het belletje drukken is ook handig. Nou, ik zie jullie volgende week weer.